dus wel. Die heb ik meegemaakt met mijn aan het fantastische roeiwater De Een. Ik wil met name welkom heten de wethouder voor sportzaken van het college in Amersfoort, mevrouw Bergman. Mag ik u even vragen? Ik wil van harte welkom heten alle roeivrienden van de roeivereniging De Een. Wij hebben ze uitgedaagd. En vanmiddag zullen zij dus worden afgestraft. Ik kan dat rustig beloven, want ik roei niet mee. Ik wil ook welkom heten alle roeiverenigingen die hun bestuur, leden hebben gevraagd hier te komen. Van harte welkom, wij voelen ons daarvoor zeer gesteund. Overigens, de verwachtingen zijn beperkt, want één roeivereniging gaf ons een prachtig boek, Toerroeien. Maar wij dagen ook die vereniging uit voor een wedstrijd. Wij gaan u meenemen in onze werrie. Ik weet zelfs al wat het werrie heet. U wordt geroeid door mij. Maar ter geruststelling, Guus de Jong gaat mee. En daar is iets speciaals mee. Guus de Jong had een nieuwjaarswens. Schreef een klein stukje in een advertentiekrantje en er reageerden enkelen. En die hadden voor het eerst hun eerste bijeenkomst op dinsdag 13 februari 1990. En ik wil gaarne een hartelijk applaus voor de initiatief nemen waar zonder hun actie nooit bij je hadden gestaan. Een hartelijk applaus voor Guus de Jong. Wethouder uitnodigen om de openingshandeling te verrichten, bestaande uit het doorknippen van dat lint, waarbij het eerste plaats pakken al een opgave zal zijn. Ja, dat is een
Zag dat het hier langzamerhand verkommeren. En ik weet dat u en uw vrouw ontzettend gelukkig bent met het feit dat hier leven in de brouwerij komt. En ik weet ook dat u geniet van onze aanwezigheid. Ik hoop dat wij een roeivereniging worden die snel naar de 150 leden gaan groeien. U weet het misschien niet, maar we zijn de 100 leden al dik gepasseerd. We hopen dat we een grote, gezonde roeivereniging worden. Dat we melk net zulk mooi materiaal kunnen krijgen als hier staat uitgestald. Maar dat is nog eigendom van de roeivereniging D. En ik hoop, en daar gaat het eigenlijk om, dat het gaat er eigenlijk om dat heel veel mensen in Amersfoort heel erg veel roeiplezier hebben. Ik wil het graag daarbij laten. Ik dank de wethouder voor haar openingshandeling en ik geef haar hierbij graag het woord. Ik dank u wel. Dankjewel Bert. Dames en heren, de heer Poelert heeft het eigenlijk al gezegd. Wij zijn met z'n allen, de gemeente in Kluis, ontzettend blij dat wij vandaag dan toch eindelijk de tijdelijke accommodatie, weliswaar, maar een accommodatie voor de roeivereniging kunnen openen. Het een en het ander heeft ontzettend veel voeten in aarde gehad. Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat voor het eerst contact gelegd werd met de gemeente en met mij. Om eventuele mogelijkheden in Amersfoort te onderzoeken. Wij denken er altijd heel snel, al op het moment dat de gemeente zegt hartstikke leuke roeivereniging erbij, is goed voor het aanbod wat sportverenigingen betreft. Dat moet toch kunnen. Dat wordt zo langzamerhand mijn lijfspreuk, het moet kunnen. Maar het valt altijd tegen. We hebben in eerste instantie samen met de kanovereniging gezocht naar een plek op de Schans. Zoals de Amersfoorters weten zit daar ook een zevenkennisgroep. Het leek ons leuk om dit stuk te gebruiken voor de watersport. Als zodanig zou dat ook kunnen. Maar u ziet, er ligt een gloednieuwe brug daar. Die stond er toen nog niet, maar daar werd al wel aan gewerkt. Nou, toen bleek het terrein toch in principe te klein te zijn. Gelukkig was de heer Elsenaar bereid, en daar heeft Piet Bergman alle contacten gelegd, om deze boteloos beschikbaar te stellen. Vandaar een tijdelijke locatie. Ik heb de beleidsnotitie er eens bij gezocht, die er uiteindelijk een jaar later, en dat is in mei geweest, gemaakt hebben. Daarin verzuchten we eerst dat het dan eindelijk gelukt is. We constateren met z'n allen dat er een permanente locatie hier moet komen. Zowel de roei als de kei, als de zevenkenners zitten hier toch een beetje in de verdrukking. Als u straks langs het water die kant op kijkt, dan ziet u dat daar het mooie gebied ligt. Het gaat ook de stad uit, dus dan wordt het weer iets natuurlijker als onze buren hier. Ik denk dat dat voor de KMO echt een echte goede locatie is. Het streven is ook om ze daar onder te brengen. Mooi gebied, nieuwe accommodatie met alle toeters en bellen die erbij horen. Voorlopig is dat nog niet. Er wordt aan gewerkt. We zijn druk bezig met de secretariaat om te kijken wat er mogelijk is. Ja, ja.
voor het bij deze opening een cadeau. 30 benen. Daar. In principe is het zo, kijk, ambtenaren zijn zeer behoudend, dat bij de opening van accommodatie een schilderij wordt aangeboden. Het zijn etsen, speciaal gemaakt. De vereniging kon hun wensen kenbaar maken voor de invulling van dat bedrag. Die lijst bezitten wij. Dus we hebben daarin gegluurd en ontdekt dat jullie wilden hebben een sliding en bankje in de boot. Dat schijnt te koop te zijn in Amsterdam. We hebben contact gelegd. Ik heb niet mee kunnen nemen, want het duurde allemaal te lang. Ik heb wel gehoord wat het kost moet. Wij hebben dat dus in een envelop gedaan. En ik wil dat de vereniging bij deze aanbieden. En is alle succes met de aanvraag. Hartelijk dank. Ik heb ook nog een kleinigheid voor je meegenomen. Dus paraplu's van de vereniging met het logo, zoals ook op de truien staat. En ik wil je toch, omdat het toevallig droog is, dit cadeau onthouden. En het lijkt me een leuke herinnering aan deze opening. Ik heb, toen ik erover nadacht, over de nagelstreng, een heleboel geleerd. En een van de dingen die ik geleerd heb, is dat het gaat over verbindingen. Over wegen vanaf de 1 naar Utrecht. De verbindingen met de vereniging Helis, die stammen ergens in het Utrechtse. Bij Viking, bij Orca, waar veel leden, die mensen die hier lid geworden zijn, vandaan komen. Dat is de ene kant. De andere kant, we hebben veel, de voorzitter heeft het al gezegd, we hebben veel contact gehad met Baren. Baren, Amersfoort, Utrecht, daar gaat het om. Nu is er in de 30e jaren, en nu komt een avondstreng, let op, in de 30e jaren een project geweest van een kanaal. Een kanaal dat moest lopen van het Eemmeer naar Utrecht. En dat zou hier dan over voorbij komen. Het leek ons een aardig idee, omdat roeivereniging Hemus toch graag wat meer wil gaan doen aan wedstrijdroeien. Zoals u weet, wij zijn bij de Eem Baren een uiterst recreatief gerichte vereniging. Maar dat wedstrijdroeien, dat vereist een rechtkanaal. Nou, we hebben daar dus wat op gevonden. Dat oude project is van stal gehaald. We hebben dat gevonden, een tekening van dat kanaal. En die wilden wij aanbieden. Om aanwijzingen, om weer eens na te denken over hoe de navelstreng tussen Eemmeer en Utrecht over Amersfoort loopt en jullie daarbij een goed roeiwater kan geven. Dan moet ik er iets bij vertellen, en dat is dat dat project, dat was een fake project. Daar kon iedereen aandelen van kopen en het project is nooit doorgegaan en iedereen die daar geld in gestopt was, was geldschuim. Het was dus een oplichterij. Maar de tekening is er nog. Die tekening hebben we gevonden, die willen we aanbieden, alsjeblieft. We wensen verder jullie een hele behouden vaart, een heel plezierig verenigingsleven en vooral een gezonde groei. En we wensen ook de gemeente Amersfoort, in de naam van de wethouder, heel veel goed met deze nieuwe roeivereniging. We hopen dat de roeivereniging bij mag dragen tot het bloeien van de sport in Baren. Proficiat allemaal! En zoals zien eten doet eten, geldt het ook voor spreken. En ik wil graag het woord geven aan de tegenwoordiger van de roeivereniging Orca. Dank u wel. We vinden het erg leuk om hier aanwezig te zijn, want het is natuurlijk altijd fijn als er weer een nieuwe roeivereniging bij komt. En ja, aangezien Hemus ook binnen de RMN valt, zullen we ze nog wel vaak tegenkomen. De RMN is de roeibond Midden-Nederland. En we hebben al gemerkt dat Hemus erg in is voor wedstrijdjes en andere mensen uitdagen. En we hoorden net al van de Eem dat ze ook streven naar een rechte baan en een recht kanaal. Dus wij dachten van, nou, we moeten die jongens stimuleren. Het is een nieuwe roeivereniging en die willen graag wedstrijdjes gaan roeien. En als je wedstrijdjes roeit, de leukste wedstrijdjes zijn naast elkaar. Dus dat je met twee naast elkaar roeit en dat je eroverheen kunt gaan. Ja, daar moet je dus twee banen voor hebben om naast elkaar te roeien. En op dit kanaal kan dat volgens mij precies met z'n tweeën naast elkaar. Maar ja, er gebeuren nog wel eens dingen met de roeien en wedstrijden.
dat mensen met palen in elkaar komen te zitten, bladen die worden afgehakt, afgesneden, etc. We dachten, nou, als Hemus gaat beginnen, moeten ze ook beginnen met goede wedstrijden te maken en goede races hier op het kanaal. Dus moeten ze een baan aanleggen op de bosbaan, heet dat de balletjesbaan. Dat is dus van helemaal van begin tot het einde een ballenbaan, zodat iedereen netjes in zijn eigen baan blijft en dat je dus een goede race kunt hebben. Dus we dachten, we willen Hemus stimuleren in het leggen van goede racebanen, want dan willen wij hier ook wel komen strijden. Bij deze willen we jullie dus de ballenbaan aanbieden. Veel succes ermee. En we dachten verder nog, om toch nog iets meer te kennen van jullie mede-roeiverenigingen. Want ja, als jonge vereniging moet je toch kennis hebben van elkaars clubs. Heel hartelijk dank namens alle leden voor de ballen. We hebben gelukkig ook echte ballen in onze vereniging. Ik wil tot slot het woord geven aan de vertegenwoordiger van de Nederlandse Roeibond, die ik ook nog eens een keer van harte welkom heet en waarbij wij het woord zeer op prijs stellen. Dank u wel. Ja, de regie bij de Roeibond was niet optimaal vanochtend. Wij hadden afgesproken dat een collega van mij hier zou zijn. En dat betekent aan het eind van mijn speech dat ik iets mis. Dat is vast een waarschuwing vooraf. Hemus, een nieuwe lood aan het roeifirmament. Uitstekend. Wij als Roeibond juichen dat erg toe. Wij zien de afgelopen jaren dat het roeien weer in populariteit groeit. We hebben een aantal jaren, wat men zegt, een dip gehad, maar we zijn nu duidelijk op weg naar een 20.000 leden landelijk gezien. Een aantal zeer enthousiaste mensen die hun roeispoor al in andere verenigingen hadden verdiend, hebben we hier ook bezig gezien om deze vereniging met behulp van ontzettend veel enthousiaste medewerkers, niet in de laatste plaats de gemeente die dat vreselijk goed gesupport heeft hier, van de grond te tillen. En wij hopen dat u hier wat geacclimatiseerd bent, uiteindelijk een mooie definitieve bestemming te kunnen krijgen. Bij een plaats waar u boten opslaat, loods zoals dat heet, daar hoort eigenlijk een vlag. En die vlag had u nu van mij gekregen, waren het niet wat ik net zei, dat de regie een beetje tekort schiet. Die houdt u van ons te goed. Wij hopen dat Hemus gauw uit zal groeien tot een van de middelgrote verenigingen in Midden-Nederland. En dat ze samen met de Roeibond Midden-Nederland opstoomt naar een sterkere regio van het midden van ons land. Ik dank u. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Het is erg prettig om ons gesupport te weten door de Nederlandse Roeibond. En die vlag die staat wat dat betreft nog op de rekening bij u. Ik wil graag hier het officiële gedeelte mee afsluiten. Ik geef nu het woord aan iemand die verstand heeft van roeien en die wat meer zal vertellen over de wedstrijden die zullen beginnen. Ik weet niet of die nu al gelijk het woord wil nemen. Het wedstrijd is begonnen. Stickers! Vrouw heeft nog stickers! Ik kan nog niet zien wie er voor ligt. Paarwater. Oh, dat is wel leuk, paarwater. Een paraplu. Dat is wel leuk. Wat leuk! Ah, 25 gulden. 25 gulden, hè? Dat ze 15 gulden waren. Nee, 25! Dikke winst voor mevrouw Haapraken. Truien. Baaien. Ah, 45 gulden. Oh. Hemmen! Wat is dat?
tevreden. Grote klas. Komt ook kunnen zetten, hè? Jullie kunnen meteen naar de Olympische Spelen. Dit is daar. Minstens. Ja, de teleurstelling. Ja, de teleurstelling. Ja, oh, ho! Is zo kritisch. Succes, hè? Zijn dat nationale kampioenen? Wauw, hè. Ja, wij hebben het nog nooit. Wil de achter stuurbord houden, komt een wedstrijd aan. Zeg het tot ziens. Ja, leuk! Winst. Zullen wij even onze boot pakken? Boot pakken we wel. Ja, we moeten de boot pakken, we gaan zwemmen. Nou, het gaat wel ergens om. Geen geld, hè, 25 gulden. Oké, 4 kunnen we vaker op. Dat is maar 25. Ja. 4 Ik vind het niet duur, nee. 25 gulden voor... Dat gaat echt. Haal ik nog een keer voor camera, want dit wordt... Komt een zwaar geld. De zon te glimlachen. Zo. Tweede scène. Hier verdienen we veel geld op. Nee, dat is eerlijk. Moet je naar huis, Mark? Is dat leuk? Nee, niet echt. Zijn jullie doen gewoon gezellig uit? Enige snak en
Oh, ik moet even kijken, wacht even. Ja, van die schitterende opdracht. Ja, nee. Voor de opdracht. Rijden nog één keer. Ik kan nog even halen wat je net zei van die mooie woorden. Die zijn eigenlijk op een vroege paal vastgelegd kunnen worden. Ik vond het zo'n vraag. Ik zit me af te vragen wat de mooie woorden waren. Waar ging het ook weer over? Ja, je bent eentje die het liever anoniem spreekt. Hè? Nee, ik kan best in het openbaar spreken, dat is het probleem niet. Maar ik zit me af te vragen waar het ook weer over ging. Ja, ja, over de sfeer. Oh ja, over de opbouw van de vereniging. Waarvan ik zeg. Dat is precies niet goed. Dat het nou juist zo mooi is bij deze vereniging, vind ik. Dat je op een gegeven moment een opbouw hebt waarin je vrij veel mensen hebt in die categorie, zo rond de 30. Dat zijn toch mensen. Draait het ding? Heeft hij wel op? Oké. Ja, hij draait niet. Ja, hij draait dus wel. Dan volg je mij niet. Nou, dat vind ik dus mooi, want dat is juist een categorie mensen die zo actief is. En die daar tijd voor vrij willen maken. En ja, die in een fase van hun leven zijn te zeggen van daar veel tijd in stoppen. Leuke sfeer opbouwen, leuke vereniging opbouwen. En ik denk op die manier, ja, juist een mooie sfeer creëert in je vereniging. Zulke mooie woorden. Die baas mag ik hard voor deze fantastische woorden. Maar ik heb niet. Vanavond maar dingen zelf. Is hij daar ook naar de Dyer's? Wel? Nee, hij heeft op zoek. Je gaat naar Dyer's Street worden. Hé, wat gaaf hè, die Russen. Vond je dat ook niet fantastisch? Er stonden twee Russen hier. Twee Russen. Oh, de guest, de boek. Ja, zoiets was natuurlijk. Zo zat ik natuurlijk ook. Maar dat was gek. Zag er natuurlijk belachelijk uit. Maar ja, zij konden zelf ook in Engels. Bleek achteraf. Het was een mooie show eruit. Barcommissie. Ja, dat was vreemd. Gaan we uitzenden allemaal. Hè? Nou, ik vind het onvergetelijk. Echt waar. Ja. Ja. Zoals ik me voor had gesteld. Zo is het geworden. Ja. Hoop werk gehad. Nou, ik denk, ja, jullie gaan steeds weg en zo. Oefeningen, die hebben er niks aan uiteindelijk. Nee, het gaat er gewoon 2 weken op oefening. 2 weken. Nou ja, ik bedoel, ik heb alles kunnen doen samen met Jetty en Marijke. Maar we hadden een mooi lijstje gemaakt voor diegene die toen terugkwam van die oefening. Dus die heeft zich toch 2 dagen kapot moeten werken. Om het voor elkaar te krijgen. Volgens mij ben je helemaal niet aan het filmen. Zie je een rode lampje aan de voorkant? Zeg je? Zie je dat rode lampje aan de voorkant? Ja, maar dat brandt niet hoor. Volgens mij is je accu leeg. Ja, die doet het wel. Oh ja. Ja, ik zie een licht. Ja, ik zie nu iets van een lichtje. Nee, het is hartstikke leuk joh. Iedereen amuseert zich. Geeft dat ding in beeld komt. Hè? Ja. Nou, iedereen amuseert zich zo te zien. Fantastisch. En we gaan gewoon nog even lekker door. Straks komt het hoogpunt is al geweest, heerlijke maar barbecue BBQ. Met lekkere hamburgers en satéetjes. En veel stokbrood. En ja. Op de hamburger een klein beetje aangepast. Eerst zal de dubbel 2 trekken. Niks dubbel 2. Een beetje droog lijkt. Nou, tot dusver mogen we het. Nee, hebben we niet, zeker niet te klagen. Gisteren was het alleen maar regen. Vandaag is het tot nu toe alleen maar zon geweest. Nu even wat bewolkt, maar dat is natuurlijk maar eventjes. Zon. Met vaarwater in. Reclame maken. Mag ik jou even voorstellen aan ons jongste lid? Het jongste lid. Jelle Norren. Ik ga even iets. Kunnen we eindelijk een smoltrui kwijt? En PNO is daar ook. Dan neem ik gelijk een beetje. Ja, dat is wel mooi. Compleet blijven volgen. Kies ophouden. Ik heb er nou een bel aan. Ja, wie doet dat eigenlijk? Zo, we rijden weer drinken. Nee, ik kom weer de bel te dachten. Ja, het is een hopje op. Biertje, waar is ja, doe maar biertje. Ja, ik wil alleen. Ik ga niet tappen. Waarom ga je niet tappen? Het is zo dat na de maandag op de boot is er verlicht bij de instrumenten, denk ik al. Maar ik moet beter van de markt.
voor de buiten op te nemen. Ja, maar waarschijnlijk. Ja. Is bij een comfortabele lengte. Dus blijven verslaan, want het wordt opgenomen, hè. Zeg meteen je papa dat je mee moet praten. Oh. Oké. Okay. Twee lengtes voor de één. Is dat een heel comfortabele overwinning? Twee lengtes. Dat loopt erg goed, loopt als een trein, mag ik wel zeggen. Zoals je ook omheen kunt zien, nou, ik denk circa 50 minuten op dit moment. En men is ook erg enthousiast over de uitvoering, kleur. Nou, een geslaagde onderneming zou ik zo zeggen. We gaan ook adverteren in vaarwater. Stop. Reacties. Wat is dat? Ik vind dat je familie nu een beetje... Oké, nieuwe aanwezigheden. Dit zijn hele mooie apparaten. Maar hij heeft ook een kabel. Ik ga. Zomers als het warm is. Ja. Maar hoe jij nou nog even maakt? De laatste maand niet meer, maar toen nog gewoon, ja. Vier is weg of zo. En ik kan wel skiffen. Overgaan tot de prijsuitreiking naar aanleiding van de eerste wedstrijd die hier gehouden is onder auspicie van Hemus. Toen moet ik even de kracht toe afwachten die daar gepleegd wordt. Even wachten. Liefhebbers, we gaan uit, we gaan over tot de prijsuitreiking. Voor de eerste Eemkata die hier gehouden is, georganiseerd door Hemus. Ter gelegenheid van de officiële opening van dit gebouw. Er zijn vier prijzen. De eerste drie zijn culinair verantwoord, die ziet u hier voor u staan. En er is ook een ereprijs. En die ereprijs die zullen we straks uitreiken. Ik begin dan met de vierde prijs. Ik weet niet hoe de stand is gekomen, want ik heb er volstrekt geen verstand van. Dat heeft Guus gedaan. Die is betrouwbaar. Dat zeg ik met name tegen degene die voor de eeuwig geroeid hebben. Guus is buitengewoon betrouwbaar. Eerst had ik netjes op een rij gezet. De vierde prijs. Niet iedereen is zoals Guus de Jong. De vierde prijs gaat naar de eeuw. Naar de heren 2 plus... Zeg ik dat goed? Guus, vertel me eventjes, want ik had het. De heren mixt 2 maal. Wie mag ik? Guus, hier was het. Ik heb
boven in ontvangen en een behoorlijke les gekregen en je hebben graag in ontvangst genomen. Ik wil hem bedanken voor het schatje van staat. De derde prijs. De derde prijs die gaat naar Hemus. Naar de 8 met stuurman. Mag ik daar de coach, de stuurman, de stuurvrouw van ontvangen? Ik weet niet meer. Is iemand anders die. Ja hoor. De tweede prijs is weer voor de 1. De 1, dames 2. Dames 2, mag ik je uitnodigen om de tweede prijs in ontvangst te nemen? En dan hebben wij voor deze middag ook een ereprijs. Een prijs die is in elkaar gezet. Ik zal hem tonen. En die zal gaan naar de overwinnaar van vanmiddag. Het is een aandenken aan deze dag. En het zou toch buitengewoon vreemd zijn als die in de handen van Hemus terecht zou komen. Wij willen hem. Overigens zeer terecht uitreiken aan de 1, de heren 4 met stuurman. En wij hopen dat dit attribuut, een vlieger, met een herinnering aan deze openingsstad 1971. Een slide in. Maar ik kan u geruststellen. Men gaat dat zoeken aan andere voorzitter. Dat is echt verschrikkelijk. Het is een herinnering aan deze eerste wedstrijd die op de ene gehouden is. Openingsregatta gaat in 1991. En ik wil hem graag overhandigen aan de heren 4 plus van de 1. Een applaus voor deze. En ik hoop, dames en heren, dat dit een blijvende herinnering is aan de goede contacten die er bestaan tussen de roeivereniging de 1 en de Hemus. Alsjeblieft. Ja.